Op 26 maart in de Jacobikerk in Utrecht dirigeer ik een bijzonder programma bij de Nieuwe Filharmonie Utrecht. Het gaat om een combinatie van twee stukken van grote Russische componisten, Shostakovich en Stravinsky. Van Stravinsky brengen we het zogenaamde Ballet Blanc Apollon Musaget. Dat is een heel bijzonder werk voor strijkorkest, waarin hij grote contrasten uit de weg gaat en hele subtiele sferen oproept. Naar eigen zeggen is het een ode aan de Franse dichtkunst. Daartegenover staat dan Shostakovich's 14e symfonie. Een zeer dramatisch werk dat Shostakovich schreef in het ziekenhuis, in zijn ziekbed. Hij was ernstig ziek en was er niet zeker van dat hij het stuk zou kunnen afmaken. Hij liet zich inspireren door een aantal gedichten die allemaal over de dood gingen. En soms zijn dat zeer indringende beelden. En in ieder geval is het ook buitengewoon dramatische muziek, waarin Shostakovich duidelijk maakt dat hij met niemand meer rekening houdt en de kortste weg zoekt naar expressie van dat wat hij te zeggen heeft. Met een dirigeerstokje kan je niets laten horen, met een viool wel. Ik zal van beide stukken een heel klein stukje laten horen. Het begin van Stravinsky. En een stukje uit een scheldkanonade uit Shostakovich.